Aan de schouder. Ik zweer trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgster. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik zweer trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten, onderwerping aan de krijgster. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Gaan erin, Brida. Ik heb zojuist de woorden moed, beleid en trouw genoemd. Er zijn nog veel meer militaire eigenschappen, maar ik heb het gedaan met opzet om daardoor te komen tot u. Ridders van de militaire Willemsorde. Het was een buitengewoon aangename taak toen de generaal Drijber, de kanselier van de orde, mij verzocht om de diploma's aan u hier te mogen uitreiken. En te meer omdat ik dat kon doen voor het front van deze jonge recruten. Presenteert! Hier! Denk van de bergen, van de bergen. Ik draag het vaandel aan u over. Ik weet dat het goede handen zijn waaraan het wordt toevertrouwd. Ik wens u van harte geluk met uw benoeming tot commandant van de koloniale reserve. Overste Wissema, zojuist mocht ik uit uw handen het vaandel van de koloniale reserve en daarmee het commando over dit mooie korps aanvaarden. Ik ben hiervoor dankbaar dat zijn excellentie, de minister van staat, minister van koloniën, mij dit commando heeft toevertrouwd. Dankbaar dat ik het uit uw handen mocht ontvangen. We'll be right back.
Brombeek mag zich bij het 75-jarig bestaan in de algemene belangstelling verheugen. Wat de inrichting van zijn majesteit Willem III en onze oudjes dan ook ten volle verdienen. Ik ben de Polygoon zeer dankbaar dat zij hier enige opname van het mooie park en van de stichting wil maken. Ik stel u voor om eens met mij rond te wandelen, dan kan ik u zelf op enige interessante gedeelten wijzen. Deze schenking van wijle koning Willem III had de bedoeling om Indische oudstrijders op een prachtig landgoed een onbezorgde oude dag te verschaffen. Op 19 februari 1863, s'konings verjaardag, werd het koloniaal militair invalidenhuis officieel geopend, 75 jaar geleden. Waar het soldatenhart het meest naar haakt, natuurlijk de keuken, de fabriek van Snert en Rats. Eten halen, een welkom bevel. In de ruime eetzaal verzamelen alle oude krijgsmakkers zich om de gezellige tafels en doen de kok alle eer aan. Na het eten verspreiden de mannen zich om of in de kantine of huiskamer hun krantje te lezen en pijpje te roken. Vier kameraden die deelgenomen hebben aan expedities op Atje in Lombok spelen een klaverjasje. En terwijl de biljartballen vrolijk rollen, worden sterke verhalen over remboe en krijgslisten vertaald. Op het terrein van de Prins Hendrik kazerne in Nijmegen is tijdens een korte militaire plechtigheid het knilcentrum officieel gesloten. Bij die gelegenheid werden drie vaandels door de laatste generaal van het knil, generaal Buurman van Vreden, overgedragen aan de commandant van Brombeek, generaal-majoor van Straten. Na de overdracht defileerden de oudgedienden met de roemrijke vaandel door de autoriteiten. Minister Gutsen sprak een slotwoord. We komen aan het einde van deze indrukwekkende plechtigheid. Sluit ik hierbij het afwikkelingsbureau van het knilcentrum. Terwijl het volkslied gespeeld werd, daalde de vlag aan de vlaggenmast als symbool van de opheffing van het knilcentrum. Daarmee was een definitief einde gekomen aan het bestaan van het Koninklijk Nederlands-Indonesische leger dat formeel reeds in de loop van het vorig jaar was opgeheven.
Aan de schouder. Ik zweer trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik zweer trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten, onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Gaan we al in, Brisa? Ik heb zojuist de woorden moed, beleid en trouw genoemd. Er zijn nog veel meer militaire eigenschappen, maar ik heb het gedaan met opzet om daardoor te komen tot u, ridders van de militaire Willemsorde. Het was een buitengewoon aangename taak toen de generaal Drijber, de kanselier van de orde, mij verzocht om de diploma's aan u hier te mogen uitreiken. En te meer omdat ik dat kon doen voor het front van deze jonge recruten. Presenteert! Hier! Denk van de bergen, van de bergen. Ik draag het vaandel aan u over. Ik weet dat het goede handen zijn waaraan het wordt toevertrouwd. Bent u van harte geluk met uw benoeming tot commandant van de koloniale reserve. Overste Wissema, zojuist mocht ik uit uw handen het vaandel van de koloniale reserve en daarmee het commando over dit mooie korps aanvaarden. Ik zweer trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik zweer trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten, onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Gaan we al in, Brisa? Ik heb zojuist de woorden moed, beleid en trouw genoemd. Er zijn nog veel meer militaire eigenschappen, maar ik heb het gedaan met opzet om daardoor te komen tot u, ridders van de militaire Willemsorde. Het was een buitengewoon aangename taak toen de generaal Drijber, de kanselier van de orde, mij verzocht om de diploma's aan u hier te mogen uitreiken. En te meer omdat ik dat kon doen voor het front van deze jonge recruten. Presenteert!
leiding van de bergen. Ik draag het vaandel aan u over. Ik weet dat het goede handen zijn waaraan het wordt toevertrouwd. Ik wens u van harte geluk met uw benoeming tot commandant van de koloniale reserve. Overste Wissema, zojuist mocht ik uit uw handen het vaandel van de koloniale reserve en daarmee het commando over dit mooie korps aanvaarden. Ik ben hiervoor dankbaar dat zijn excellentie, de minister van staat, minister van koloniën, mij dit commando heeft toevertrouwd. Dankbaar dat ik het...
Na het eten verspreiden de mannen zich om of in de kantine of huiskamer hun krantje te lezen en pijpje te roken. Vier kameraden die deelgenomen hebben aan expedities op Atje in Lombok spelen een klaverjasje. En terwijl de biljartballen vrolijk rollen, worden sterke verhalen over remboe en krijslisten vertaald. Op het terrein van de Prins Hendrik kazerne in Nijmegen is tijdens een korte militaire plechtigheid het knilcentrum officieel gesloten. Bij die gelegenheid werden drie vaandels door de laatste generaal van het knil, generaal Buurman van Vreden, overgedragen aan de commandant van Bronbeek, generaal-majoor van Straten. Na de overdracht defileerden de oud-gedienden met de roemrijke vaandels door de autoriteiten. Minister Gutsen sprak een slotwoord. We komen aan een einde van deze indrukwekkende plechtigheid. Sluit ik hierbij het afwikkelingsbureau van het knilcentrum. Terwijl het volkslied gespeeld werd, daalde de vlag aan de vlaggenmast als symbool van de opheffing van het knilcentrum. Daarmee was een definitief einde gekomen aan het bestaan van het Koninklijk Nederlands-Indonesische leger dat formeel reeds in de loop van het vorig jaar was opgeheven.